voordat ik filmmaker ben, ben ik eigenlijk een verbinder. Ik wil gewoon altijd buiten een soort hokje treden en de nuances opzoeken. Dans inspireert mij heel erg, muziek. Dans en muziek samen. Ik vind ook dat het iets spiritueels heeft. Dancing in Captivity is tot stand gekomen doordat ik me eigenlijk best wel chill voelde in de pandemie. Ik merkte om me heen dat mensen heel erg gestrest waren, maar ik voelde me eigenlijk best wel rustig. Het komt eigenlijk doordat ik op heel veel plekken niet meer ben en eigenlijk ook bepaalde blikken niet zie. Ben ik de enige die dit voelt? Heeft mijn zwart en queer zijn daar ook mee te maken? Ja, laat ik dit uitzoeken. Ja, ik vind dat het wel een bijzondere film is geworden. Hoe queerness je vrij kan maken. Eigenlijk iedereen vrij kan maken.